Hoe vond je het bij Kelder & Co, het programma wat je bij Radio 1 hebt vervangen? Nou, inhoudelijk was het erg aardig, maar als presentator ben ik wel lelijk door de mand gevallen, geloof ik. Hoezo? Nou, ik vergat het programma na ons aan te kondigen. Ik sprak een van de gespreksgenoten, sprak ik aan met de naam van de andere gespreksgenoten. Dus het was, en bovendien, zo'n programma zit vol met instartjes en even wachten en een tussenstukje. En nou ja, dat is mijn sterkste punt niet. Dat moet ik zeggen. En daar staat natuurlijk ook weer zo'n klok te lopen. En dus ik, zodra het een beetje een lollige discussie werd, vergeet ik op die klok te kijken. Oké, laten we even een stukje luisteren voor de mensen die het gemist hebben. Jort Kelder, die is dus op vakantie. Zijn vaste vervanger, die kon niet. Dus hebben ze jou gevraagd om voor deze ene keer het programma Dr. Kelder & Co. op zaterdag op Radio 1 te vervangen. En dat begon zo. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Maarten van Rossum. Luisteraars, welkom bij een uur radio. Met deze week staat er weer een heuse prof. Dat voel ik mij helemaal niet. Laat ik dat er direct bij zeggen. Ik heb afscheid genomen van dat beroep zonder enige pijn in het hart. Maar de kwestie is dat Jort Kelder er niet is. Die gaat iets doen in Napels. Wij hopen allemaal dat hij het overleeft. Mocht dat niet het geval zijn, dan komen er de volgende weken allemaal andere presentatoren. En dat hele programma, dat komt live vanuit Café de Krater, wat ik voor het eerst van mijn leven heb bezocht, en dat bevindt zich op het Routerseiland. Ik wist ook niet dat ik daar was op dit moment, van de Universiteit van Amsterdam. En waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de Nederlandse economie met Steven Brakman, die hoogleraar internationale economie in Groningen is. En dan gaan we bespreken wat de electorale effecten zijn van de goed draaiende Nederlandse economie. Dat voorschotje kan ik wel vast nemen. Iedereen weet niet waar dat we geen Bulgarije zijn. En we gaan daartussendoor nog het lot bespreken van de Nederlandse ganzen. Ik ben iemand die zo oud is dat als je een groep ganzen over hoorde komen, lekker gezellig gakkend, dat je natuurmonumenten belde. Ik heb ganzen gehoord, moet je horen, zus en zo. En nu hebben zij zich, zoals zoveel dieren waarvan we hoopten dat ze zich sterk zouden uitbreiden, hebben zij zich onmiddellijk tot een plaag ontwikkeld. Dat is een wonderlijke zaak. Daar gaan we het ook over hebben. Maar eerst zie ik op mijn papier dat er een slotklap komt. Neuk. Ah, dit is de slotklap. Een beetje een rare slotklap, toch? Ja, maar je wil niet in deze podcast nu ook met de bumpertjes en slotklappen, was het volgens mij, ja, gaan werken? Ja, precies, een slotklap. Dat is een heel raar geluid. Ik weet niet hoe ze het maken. Dus dat is een muziekje, dan slotklap. Moet je eens aankondigen en als dat dan, ja, klaar is, dan maar met de discussie vond ik niks mis. Die was eigenlijk het aardigste. Want je had zo'n man uit Groningen daar zitten, hè? Zo'n hoogleraar. Ja, ja, die heette Steven. Over economie ging het, hè? Kalkman, maar zo. Sorry Steven, maar ik kan er niet op komen. Die andere heette Govert van voren. En ja, die doet internationale economie aan de Universiteit Groningen. Maar jij trok wel een interessante conclusie aan het einde. Alleen toen was het programma afgelopen, toen begon de reclame. Oh. Jij zei namelijk, eigenlijk moeten we een soort van dictator hebben met democratische trekjes. Ik vertaal het even in mijn eigen woorden. Ja, dat was toen ik nog niet besefte dat het programma eigenlijk al afgelopen was. Zoals gewoonlijk. Maar je was het aan het samenvatten. Ja. En toen was dit de conclusie. En daar wilde iemand nog op reageren, maar dat kon niet, want toen was het afgelopen. Nee, het was natuurlijk een hoe moet ik zeggen, het was een voorzetje. Oké. Okay. Nou, even weer een stukje luisteren hoe dat ging. Ja, ik begrijp dat ik er een eind aan moet maken, want ze zitten geheimzinnige gebaren te maken. Waaruit ik afleid dat er een eind aan moet komen. Toch zijn we hier nou in een leuk gesprek, zijn we tegen een enorm interessante paradox aangelopen. Mm-hmm. We zijn allemaal democraten, jullie zijn toch ook. Maar als ik dit zo beluister, zou bijvoorbeeld een dictator met verstandige opvattingen over de korte termijn misschien meer opleveren dan dat wonderlijke, omdat de electorale democratie in feite steeds tegen het beleid inwerkt. Het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft geconstateerd dat we eigenlijk tevreden zijn. Het is afgelopen. Jammer, want we hebben toch een heel mooi thema aangesneden. Waarvoor we geen. Avro Tros, de omroep voor ons.
Nou, zo eindigde dat dus.